Het zit in de natuur van ondernemers om het beste uit elke dag te halen en kansen te zien voor de onderneming. Behalve kansen zijn er ook uitdagingen. Verduurzaming is een steeds populairder topic. Dit zien ook de acceptanten van Dupi Underwriting Agencies in de aangeboden risico's. Hoe kijkt een verzekeraar aan tegen het verduurzamen van bedrijven en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan? Anton Cornel vertelt ons meer. De missie van de verzekeraar bij het verzekeren van risico's van ondernemers is die risico's van een ondernemer overnemen die een ondernemer zelf niet kan dragen. En dat zijn risico's die potentieel de continuïteit van zijn bedrijf bedreigen en het vermogen van de onderneming bedreigen. Om dat goed te kunnen begrijpen is het goed om je te realiseren dat er twee soorten risico's zijn. Risico's met een upside, de kansen eigenlijk, dat zijn de kansen die een ondernemer najaagt om zijn business te kunnen doen. Dat zijn ook risico's, maar dat zijn risico's die ook potentieel waarde toevoegen voor zijn ondernemer. De andere soort risico's, de risico's dus die potentieel de continuïteit van het bedrijf en het vermogen van het bedrijf kunnen bedreigen, dat zijn de risico's die de verzekeraar overneemt om daarmee de ondernemer in staat te stellen om te kunnen ondernemen. Een verzekeraar ziet complexe risico's en minder complexe risico's langskomen. Voorbeelden van complexe risico's zijn bijvoorbeeld het bouwen van een parkeergarage in een binnenstad van een oude stad met allerlei zaken daar rondomheen. Maar er zijn ook minder complexe risico's en daar is een verzekeraar ook voor. Maar het gaat niet alleen om het verzekeren van die risico's, het gaat ook om het adviseren van de klant rondom het voorkomen van de risico's, het beperken van de risico's, het analyseren van de risico's. Dat is ook een belangrijke rol van de verzekeraar voor de ondernemer. Duurzaamheid is denk ik op dit moment voor iedereen een hot topic. Maar voor ondernemers vooral, omdat zij van meerdere kanten aan allerlei regelgeving moeten voldoen. Zo is er vanuit de overheid wordt er gekeken naar het product dat zij voeren en hoe zij daarin stappen kunnen maken. Maar dan heb je ook nog gewoon de energietransitie. En ook daar willen ondernemers natuurlijk graag een stap in maken. Dus zij moeten ten eerste meer kosten maken en aan regelgeving voldoen. Ik denk dat ondernemers dit als lastig ervaren. Kijk, aan de ene kant weten ze echt wel dat ze moeten verduurzamen en zien het belang daar ook van in. Maar aan de andere kant hebben ze ook een bedrijf te runnen. En het is best wel lastig om aan de ene kant de kosten die je moet maken en daarbij ook te moeten zorgen dat je verduurzaamt. Daardoor hou je altijd een spanningsveld tussen de politiek en de ondernemer. Wij zien dat de techniek wel echt voorop loopt hierin. Er worden heel veel initiatieven ontwikkeld, maar wet en regelgeving volgt eigenlijk pas later. Voor verzekeraars verandert dit ook de rol waarop zij adviseren, want normaal gesproken handelen verzekeraars vanuit ervaring en voortschrijdend inzicht. Maar nu wordt er gevraagd om mee te denken, om te zien van wat zien we voor risico's. En een goed voorbeeld hierbij zijn bijvoorbeeld elektrische auto's met lithiumbatterijen. Iedereen weet, elektrische auto's, duurzaam, beter dan benzine. Maar er kleven ook heel veel gevaren aan lithiumbatterijen en daarover moet je je laten adviseren. Delta Risk Consulting helpt ondernemers en verzekeraars bij het in beeld brengen en managen van risico's en de waarborging van de bedrijfscontinuïteit. Dit doen ze door risico-inspecties uit te voeren. Dennis Bergwerf vertelt ons hier meer over. Een risico-inspectie is eigenlijk het begin van het riskmanagementproces. Tijdens de risico-inspectie beoordeelt de consultant alle onderdelen en processen binnen een bedrijf die een potentiële schade kunnen veroorzaken. Hierbij wordt ook gekeken of dat de maatregelen op het gebied van verduurzamen op een veilige wijze uitgevoerd zijn. Na de inspectie komt de consultant met preventiemaatregelen, dan wel verbetermaatregelen om toekomstige schades te kunnen voorkomen. En hiermee kunnen verzekeraar en ondernemer gezamenlijk aan de slag. Er zijn natuurlijk verschillende maatregelen die men kan nemen om te verduurzamen. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk het plaatsen van zonnepanelen, in dit geval op het dak van een bedrijfspand. Dat kan risico's met zich meebrengen wanneer deze niet op de juiste wijze aangelegd zijn. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor energieopslagsystemen. Dat zijn eigenlijk grote batterijen waar men energie in opslaat. Dat zien we ook bij bedrijven terugkomen. Maar ook de keuze van de juiste bouwmaterialen in het voortraject bij de bouw van een bedrijfspand. We willen natuurlijk de meest veilige materialen gebruiken. Voor een ondernemer is het natuurlijk belangrijk om de risico's binnen zijn bedrijf inzichtelijk te hebben. Wanneer deze risico's inzichtelijk zijn, kunnen we samen met de ondernemer de juiste maatregelen nemen om schade te voorkomen en de bedrijfscontinuïteit van de ondernemer voor de toekomst te waarborgen. Het advies dat ik ondernemers zou willen geven bij het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen is vooral om het veiligheidsaspect niet uit het oog te verliezen. Het risicoprofiel van je bedrijf kan immers veranderen. Laat je daarom goed voorlichten door een expert.